Pernisse in het hartje van de Westhoek staat gekend als stilste dorp van Vlaanderen. Met tal van bezienswaardigheden, Diksmuiden, Frankrijk en de Belgische kust op een boogscheut verwijderd, is dit dé ideale uitvalsbasis voor een vakantie in de natuur. Hoeve Hotel Bladelijn biedt u hier een aangename verblijfplaats in een omwalde hoeve, die in de 14e eeuw eigendom was van de familie Bladelijn. Vandaag baat de familie Steenkisten er een stijlvol gerestaureerd landelijk hotel uit, met 10 gezellige gastenkamers, alle voorzien van het nodige comfort. Elke kamer biedt wel een prachtig uitzicht op het weidse West-Vlaamse landschap. Het hotel biedt u ook cultuur. U kan er verscheidene beelden en kunstwerken van familielid Bart Steenkisten permanent bewonderen. 'S Morgens kan u bij Bladelijn genieten van een verzorgd ontbijt, maar ook 's avonds kan u er terecht voor een warme maaltijd. En wanneer de magen gevuld zijn, is het tijd voor een flinke fiets- of wandeltocht. Bladelijn ligt namelijk te midden de rijke fauna en flora van een beschermd natuurgebied. Maar ook voor ruiters en hengelaars is het hier een paradijs. Kinderen zijn bij Bladelijn de koning te rijk. Fijn ravotten in de speeltuin of een ritje maken op de pony. Maar ook rijden met de go-karts of spelen met de vele andere dieren op de boerderij. En ook binnen is er een grote speelruimte voorzien. Hoeve Hotel Bladelijn. Natuur, rust, ontspanning en cultuur.